De BTW-belasting zal in beginsel geen kostprijsverhogend effect moeten hebben. Wel zal volgens minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning de invoering van BTW een inflator-effect hebben. Alleen de diensten en leveringen die nu buiten de heffing van de omzetbelasting vallen en door de invoering van de BTW onder deze heffing zullen vallen, zullen de consumentenprijs beïnvloeden. Dit zal ook leiden tot een beperkte inflatie bij deze categorie goederen en diensten. De verwachting is dat bij een correcte invoering van de BTW ongewenste inflatoren effecten op prijzen van goederen en diensten op termijn beperkt zullen blijven. Dit is ook de ervaring geweest bij de invoering van de BTW in andere jurisdicties. Voorzitter, de definitieve keuze van het tarief met inachtneming van de inflatoren effecten daarvan zal ik spoedig aan uw college voorhouden. Met de invoering van het BTW-systeem zal de belastingdruk ook verschuiven van directe naar indirecte belastingen. Het uitgangspunt hierbij is het vergroten van de koopkracht van de werkende klasse en het stimuleren van de factor arbeid, zegt Achaibesching. Hoe zal de compensatie van lagere inkomensgroepen en sociaal zwakkere geschieden? Met de invoering van de BTW, het nemen van volgende stappen op het gebied van verschuiving van de druk van de directe belastingen, loon- en inkomstenbelasting van natuurlijke personen, naar de indirecte belastingen BTW, door het verlagen van de feitelijke loon- en inkomstenbelastingdruk van natuurlijke personen. In het kader van het tripartietakkoord, voorzitter, is reeds de eerste stap genomen door met name de verhoging van per 1 januari van de belastingvrije som van SRD 220,50 per maand naar SRD 4000 per maand. De korting op de betaalde loon- en inkomstenbelasting van natuurlijke personen van SRD 750 per maand, de zogenaamde heffingskorting, is tegelijkertijd komen te vervallen. Minister Achaibesching sprak vandaag bij de tweede ronde van de behandeling van de wet belasting over de toegevoegde waarde in de Nationale Assemblée.